Dit is denk ik een hele mooie avond. Ja, ik denk dat we deze, ik zei net ook in andere interviews, dit is een droomavond voor ons hoe we zijn begonnen. Eerste helft met 3-0 voor en dan is de tweede helft is het gewoon vasthouden en de 3 punten in huis. Want het zijn gewoon erg belangrijke 3 punten voor ons vandaag. Is dit de beste eerste helft die we dit seizoen gespeeld hebben? Ja, weet ik niet. We hebben, het is in ieder geval een erg goede en een erg effectieve. We zijn er wel in het zadel geholpen met de 1-0. Maar hoe we de tweede helft, of hoe we de tweede en derde goal maken, ja, dat is wel gewoon echt goed gevoetbald. We hadden een tactiek bedacht en dat was hoog druk zetten. Dat lag ons met mij en Richard en dat is goed uitgepakt vandaag. En je scoort 2 keer, dat is helemaal lekker als spits zijnde. Ja, inderdaad. Een geweldige assist van Kramer denk ik en een cadeautje. Daar ben ik erg blij mee. Het is ook een hele mooie avond omdat natuurlijk een shirt aan verbonden is van Villa Pardoes. Ja, inderdaad. Deze wedstrijd stond in het teken van Villa Pardoes. En daarin hebben wij als selectie ook zoveel mogelijk geld proberen op te halen. In teams. En dat hebben we best wel goed gedaan volgens mij. Dus ja, ik ben erg blij dat we echt veel geld voor Villa Pardoes hebben kunnen ophalen. We zijn er geweest vorige week. Ja, en dat het is erg bijzonder om dat mee te maken. En dan mag je ook gelukkig prijzen dat je gewoon gezond bent. En dat je geen problemen hebt. Want je ziet ook dat het anders kan en dat maakt je dan op dat moment wel vernederig. Ja. Jij en Richard zijn een team, maar ook op het veld zijn jullie een team vandaag. Ja, dat is de bedoeling, hè. Ja, we hebben, Richard en ik zijn vandaag en buiten het veld een team en we kunnen het goed vinden. En ja, ik denk dat we het goed gedaan hebben vandaag ook samen. Tweede helft was iets minder, maar hij kon niet meer fout gaan, hè? Nee, we hadden gewoon een afspraak dat we de eerste helft nog probeerden druk te zetten, dat lukte niet. En toen hebben we gewoon gezegd, we gooien het slot op de deur en we gaan zoveel mogelijk verdedigen. En ik heb niet het idee, ja, ze hebben nog 1 goal gemaakt, maar daarna zijn ze niet meer gevaarlijk geweest. En hebben we het gewoon in eigen handen gehouden. Het zijn hele belangrijke 3 punten dit. Ja, ik ben er ook erg blij mee. Ik denk dat dit een belangrijke stap is naar lijstbehoud. En we houden het in eigen hand, dat is het belangrijkste. Op naar volgende week. Ja, dat gaan we zeker doen.